De Heer zij met u. En met u. Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus, volgens Lucas. In die tijd trokken talloze mensen met Jezus mee. Hij keerde zich om en zei tot hen: als iemand naar mij toe komt die zijn vader en moeder, zijn vrouw en kinderen, zijn broers en zusters, ja zelfs zijn eigen leven niet haat, kan hij mijn leerling niet zijn. Als iemand zijn kruis niet draagt en mij volgt, kan hij mijn leerling niet zijn. Als iemand van u een toren wil bouwen, zal hij dan niet eerst ervoor gaan zitten om een begroting te maken, of hij wel genoeg bezit om hem te voltooien? Anders zou het hem kunnen overkomen, als hij de fundering heeft gelegd en niet in staat is het werk te voltooien, dat allen die het zien hem gaan bespotten en zeggen: die man begon te bouwen, maar hij was niet in staat het einde te halen. Of welke koning zal, als hij tegen een andere koning ter oorlog wil trekken, niet eerst overleggen of hij sterk genoeg is om met 10.000 man het hoofd te bieden aan iemand die met 20.000 man tegen hem optrekt? Zo niet, dan stuurt hij, als de tegenstander nog ver weg is, een gezantschap en vraagt om de vredesvoorwaarden. Zo kan niemand van u mijn leerling zijn, als hij zich niet losmaakt van al wat hij bezit. Woord van de Heer. Mogen de woorden van het evangelie onze zonden worden uitgewist. Het boek der wijsheid, een van de laatste boeken van het oude verbond, geschreven zo rond het jaar 200 voor Christus. En daaruit blijkt duidelijk dat het Joodse volk in dialoog was met de cultuur van die tijd, die vooral een hellenistische cultuur was. Je hoort het terug in de woorden van deze morgen. Bijvoorbeeld dat het lichaam een soort belemmering voor de geest is. Het zoma zerma klinkt erin door. Het lichaam dat een graf is voor de ziel. Maar toch, dit is wel openbaringstekst. Dit is geen filosofie. Wat hierin naar voren komt, is een verlangen naar een grotere openbaring van God. God had zich immers nog niet ten volle geopenbaard, nog in de schepping die er was, nog in de geschiedenis met het volk Israël, nog in de wet die gegeven werd. Het moest toch een grote stap verder gaan. En het boek van de wijsheid ziet daarnaar uit. Het kent God nog niet ten volle en verlangt ernaar om God ten volle te kennen. Maar weet, in tegenstelling tot dat hellenisme en tot de verkeerde mystiek, dat het zelf niet naar de hemel kan opklimmen, maar dat het moet wachten totdat God naar ons toekomt en zich aan ons openbaart. Dat is gebeurd als God de Zoon mens wordt, Jezus Christus, en de openbaring vindt haar volkomenheid in het kruisoffer van de Heer. Paulus leeft daaruit en Paulus schrijft dit briefje aan Filemon. Een merkwaardig briefje, heel erg mooi. Hij stuurt een slaaf terug, Onesimus, naar zijn rechtmatige heer Filemon. En Paulus schrijft niet in die brief: schaf de slavernij nu af. Natuurlijk niet, want het christelijke verlossingsleer is niet een sociaal-economische verlossing, maar een verandering van hart. En dat is wat Paulus in zijn brief aan Filemon beoogt. Hij wil door deze brief het hart van Filemon openstellen voor de werking van de Heilige Geest. En dan zal Filemon zelf gaan inzien: maar de slaaf die ik heb teruggekregen is nu mijn broeder in Christus. Hij is katholiek geworden, hij is gedoopt. Hij is vrij in Christus. En ik ben vrij in Christus. En daarom zal ik ook deze slaaf vrijheid moeten geven. Dat is de weg die Paulus op het oog heeft en dat is ook de weg zoals het in het groot gegaan is.
De slavernij overigens in die eerste eeuw was volstrekt anders dan wat wij bij dat woordje bedenken. Het was een normaal gegeven in de maatschappij. En voor een deel steunde de maatschappij daarop ook. Ook het Joodse volk, ook in het Oude Testament staat dat mensen tot slaaf gemaakt mochten worden. Bijvoorbeeld voor een tijd om een afbetaling te doen die ze niet met geld of goederen konden afbetalen. Maar het jubeljaar, één keer in de zeven jaar, werd dat alles weer gereset. Dan werden de slaven vrijgelaten en was iedereen in zekere zin weer gelijkwaardig met het begin van die nieuwe zeven jaar. Wat Paulus doet, is vooral de bekering van hart bewerken en weten dat daardoor de verandering in de maatschappij kan komen. En dat is de weg die de kerk gevolgd heeft. Want wij moeten nooit andersom gaan denken, dat we maar door regeltjes te veranderen, de harten te veranderen. Nee, dat kan zelfs gevaarlijk zijn. In die zin dat men denkt, oké, ik hou maar aan die regel, dat is genoeg. Maar het hart blijft ver van Jezus en van de ware toewijding aan Jezus. Paulus begint bij het hart en zo schrijft hij aan Filemon. En vanuit dit briefje is de afschaffing van de slavernij in zekere zin nog maar een kwestie van tijd. En dat hebben we ook zien gebeuren in de geschiedenis. Lucas, Jezus' woorden. Hij spreekt tot een talloze menigte, een enorme groep mensen. En die horen hem zeggen, datgene wat je het meest dierbaar is, moet je omwille van mij gaan haten. En zo horen hem zeggen, je moet bereid zijn met mij dagelijks het kruis op je te nemen. Voor ons zeggen die woorden kennelijk niet zoveel meer, want we schrikken er niet van. Maar de mensen toen zijn enorm geschrokken. Datgene wat je meest dierbaar is, moet je nu gaan haten omwille van Jezus. En het kruis op je nemen. De mensen toen wisten wat het betekende om de dreiging van de kruisiging te voelen. De meest afschuwelijke, gruwelijke, oneerbare dood die je maar kon voorstellen. En Jezus zegt, ben je daartoe bereid? En onder die talloze mensen zijn er heel wat geweest die hebben gezegd, absoluut niet. Wat mij dierbaar is, blijf ik vasthouden. En absoluut niet. Om bereid te zijn aan het kruis te sterven. En dan gaat Jezus verder met die gelijkenissen waarmee hij wil zeggen, als je mij wil volgen, overzie dan dat het je hele leven gaat bepalen. Dit is ook een van de antwoorden op wat we wel eens horen van die instant bekeringen vanuit een bepaald gevoel of een bepaalde ervaring. Eigenlijk zegt Jezus, dat is een mooi begin, maar overzie wat het gaat betekenen. Overzie dat het gaat betekenen dat je steeds meer mij zult toebehoren. Want dat is wat hij zegt met dat begrip haten wat je het meest dierbaar is of bereid zijn dat kruis op je te nemen. Niemand kan dat in één ja zeggen. Dat is volstrekt onmogelijk. En als iemand daar ja op zegt, weet hij eigenlijk niet wat hij of zij zegt. Toen de grote mystica Adrienne von Speyer na 40 jaar zoektocht in 1940 katholiek werd en toen overspoeld werd met allerlei openbaringen en genade en charismatische gaven, kwam Ignatius van Loyola een keer op haar toe, want de heiligen gingen zo met haar om. Ignatius van eeuwen daarvoor door de hemel aan haar gezonden, en die stelde precies aan haar deze vragen. Ben je bereid afstand te doen van je kinderen? Ben je bereid afstand te doen van je man? Bereid afstand te doen van het mooie huis waarin je woont? Ben je bereid afstand te doen van de eer die er mogelijk in je beroep als arts is? Want ze was een geliefde huisarts naar wie vele mensen kwamen, omdat zij heel snel een diagnose stelde, mensen hielp en soms, als ze het niet konden betalen, ook voor niks weer heen liet gegaan. En ben je bereid om zo je gezondheid af te leveren? En Adrienne die begint met ja te zeggen, ja, ja, maar uiteindelijk zegt ze, ik kan niet verder. Ik kan dit ja niet zeggen. En dat is de realiteit. En ze krijgt de tijd van haar leven om telkens weer een stapje verder te groeien naar dat uiteindelijke ja-woord toe. En dat heeft haar leven zo buitengewoon vruchtbaar gemaakt voor de kerk en de wereld. Maar het is een proces. Het is een op weg gaan met hem. En het is niet eerst het ja
en dan de liefde van Jezus, maar natuurlijk altijd andersom. Het is eerst de liefde van Jezus en daar zeggen wij ja op. En dan kan die liefde zich wat meer tonen en dan zeggen we weer een beetje meer ja. En dan ontdekken we weer het meer van de liefde en dan kunnen we weer wat verder ja zeggen. Uiteindelijk is dat ja alleen maar te zeggen vanuit de eucharistische tegenwoordigheid. Dit ja is buiten de kerk niet te zeggen, alleen daar. Want hier geeft Jezus zich elke keer totaal aan ons, zodat wij kunnen toegroeien naar een steeds totaler ons geven aan Hem. Dat is bedoeld met dat haten. Dat haten is natuurlijk niet een actieve vorm van haten, maar eigenlijk zien. Er is boven diegene of datgene die mij het meest dierbaar is, dat mij het meest dierbaar is, nog iemand anders. En dat is Jezus. En dat kruisdagen dag na dag is natuurlijk ook alleen maar denkbaar vanuit de eucharistische aanwezigheid waar het kruisoffer tegenwoordig wordt gesteld. Maar dan stapje voor stapje. Jezus die ons daar alles voor geeft om die weg zo te gaan. En dan denken we natuurlijk aan de geboortedag van de Moeder Gods, 8 september. Precies 9 maanden na 8 december, het hoogfeest van de onbevlekte ontvangenis van Maria. En dan nu de geboorte, de zondeloze, wordt zichtbaar in de armen van Joachim en Anna, haar ouders. Die natuurlijk al in een zekere zin de voorgenade kregen van de onbevlekte. Zodat we weten dat deze Joachim en Anna bijzondere heiligen waren van het oude verbond, die we ook in de kalender van de kerk gedenken. En die we bevelen aan te roepen voor gehuwden met een kinderwens, Joachim en Anna, want ze hebben Maria op hoge leeftijd gekregen. En Maria groeit op als de zondeloos, als zij geboren is, zal het nog maar 13, 14 jaar duren voordat God de Zoon mens wordt. En op de hele eeuwen van wachten vanuit de wereld en het volk is er natuurlijk maar heel weinig. Als Maria eenmaal geboren is, de zondeloze, dan kunnen de engelen, om het zo te gaan zeggen, aftellen. Nog maar zoveel jaar, nog maar zoveel jaar en dan wordt God de Zoon mens. Dankzij de beschikbaarheid, dankzij het ja-woord van Maria, die God op de eerste plaats stelde en zo op voorhand al deed wat Jezus hier vraagt. Niet wat ons dierbaar is, maar God en bereid zijn zijn weg te gaan. Dat spreekt ze uit in haar fiat en dan kan het woord mens worden in haar. God de Zoon wordt mens. Maar natuurlijk, de weg van Maria gaat verder. Haar beschikbaarheid, haar bereidheid blijkt steeds groter te zijn en steeds meer bevraagd te worden tot aan de voet van het kruis. Maar ook daar zegt zij ja. En zo leeft zij stapje voor stapje in die bereidheid. En dan als Jezus sterft aan het kruis, geeft Hij zijn leven voor ons. Dat weten we en dat horen we. Maar we moeten beseffen wat Hij doet als Hij zijn leven geeft. Anders vernauwen we het tot termen zoals we die bij de evangelicalen horen. Jezus heeft zijn leven voor ons gegeven en daarom zijn we gered. Maar wat betekent het dat Jezus zijn leven geeft? Alles wat Hem dierbaar is, geeft Hij aan ons. Want dat is echt je leven geven. Niets meer voor jezelf houden. Wat je dierbaar is, wegschenken, totaal wegschenken. En dat doet Jezus als Hij zijn leven geeft. Hij geeft ons de Heilige Geest, God met God, maar Hij schenkt ons deze God, de Heilige Geest. Hij schenkt ons zijn lichaam en bloed in de sacramenten, totaal zichzelf wegschenkend, zodat Hij er zelf niet meer over kan beschikken. Dat is iets heel bijzonders. Wij kunnen ons Heer nu uit het tabernakel halen en Hij laat over zich beschikken. Wij reiken straks Jezus uit aan u, Hij laat over zich beschikken. En zo geeft Hij ook dat andere dierbare weg, zijn eigen moeder. Zie daar uw moeder. En dat alles ligt in die beweging dat Jezus zijn leven geeft. Het is katholiek, het omvat dit alles. De sacramenten, de Heilige Geest en de Moeder Gods, zij is aan ons gegeven. Als moeder van de mensheid, als moeder van de kerk,
Haar hart is immers onbevlekt en daardoor onbegrensd. Een hart dat openstaat voor iedereen in alle situaties. En het is een moederlijk hart. En daarom nemen wij in alle omstandigheden onze toevlucht tot haar. Alleen als we dat doen, dan zegt Maria, prima, ik zal voor je intenties bidden. Je mag schuilen onder mijn mantel. Maar ze doet dat allemaal met een bedoeling, om ons hart meer beschikbaar te maken voor Jezus. Dat is de diepste betekenis van een devotie. Devotie betekent toewijding. Als wij een devotie hebben voor Maria, dan zegt ze, ik ga die ombuigen naar een grotere toewijding aan Jezus Christus. En dan komen we op het spoor van wat Jezus vraagt. Heb ik de hoogste plaats? Nee, zeggen wij. Maar we vragen Maria dat we mogen toegroeien dat Jezus werkelijk die plaats krijgt die hem toekomt. Dat we daartoe meer bereid zijn, daartoe meer beschikbaar zijn. En in de mate dat we daar naartoe groeien, dan maakt Maria ons leven ook vruchtbaarder voor de kerk en voor de wereld. Dat zien we in de grote heiligen, bijvoorbeeld bij zo iemand als Adrienne von Speyer. De talloze mensen, hoeveel zijn er toen achter Jezus nog blijven aangaan? Misschien maar heel weinig, niet begrijpend wat ze deden. Maar alles moest nog verder duidelijk worden. Pas als Jezus zijn leven heeft gegeven aan het kruis, kunnen de mensen begrijpen waarom hij zoveel van hen vraagt. Omdat hij eerst niet veel geeft, maar alles geeft, zichzelf geeft. Met de Heilige Geest, met zijn kostbaar lichaam en bloed in de sacramenten, met zijn eigen moeder Maria.